prikkel voor eigenaren om hun panden niet te lang leeg te laten staan. Krakers vergroten daarmee volgens het stadsbestuur de leefbaarheid in de stad. De regering wil krakers strafbaar stellen omdat het een aantasting vormt van het eigendomsrecht. Meestal staan ze lijnrecht tegenover elkaar, de gemeente en de krakers. Maar nu het Rijk kraken strafbaar wil stellen, vindt de kraakbeweging het nieuwe linkse gemeentebestuur aan haar zij. Samen met de drie andere grote steden schreven ze een brief aan Den Haag. Als die het kraken strafbaar stelt, zal dat volgens de gemeente leiden tot meer ongewenste leegstand. Als je het absoluut gaat verbieden, dan haal je bepaalde dynamiek uit de stad. En je wil juist die leegstaande panden gebruiken voor de problemen die ook nu de stad heeft. Maar kraken zorgt ook voor overlast in de stad. Soms, maar heel vaak ook niet. De gemeente vindt dat als kraken verboden wordt, het lang laten leegstaan van een pand ook strafbaar moet worden. Maar wie nu denkt dat krakers blij zijn met de steun, komt bedrogen uit. In de brief wordt gesuggereerd dat kraken kan worden teruggedrongen door huiseigenaren meer mogelijkheden te geven hun panden tijdelijk te verhuren. Dit schiet bij de krakers in het verkeerde keelgat. De gemeente zegt in dit geval nog steeds dat de rechten van de huurders uitgekleed moeten worden. En dat is juist een van de dingen waar wij heel fel tegen zijn. En waarom heel veel mensen bijvoorbeeld gaan kraken en juist niet die tijdelijke verhuur ingaan, is omdat zij merken dat ze dan gewoon totaal geen rechten hebben en in een heel onzekere, precaire situatie zitten. En daar moet juist een einde aan gemaakt worden. Over 2 weken komt minister Dekker van het ministerie van Vrom met een wetsvoorstel hoe ze het kraken wil tegengaan. Dan zal blijken of ze zich iets aantrekt van de brief van de 4 grote steden.